and wine and homemade drinks. We throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. Water uit de hemel vallen, net als gisteren veroorzaakte de extreme regenval voor veel overlast. Kan Nederland zich nou eigenlijk nog wel wapenen tegen deze toenemende extreme als gevolg van klimaatverandering? Floris Boogaert is onderzoeker bij Kennisinstituut Deltare, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. En lector ruimtelijke transformaties water aan de Hans Hogeschool van Groningen. God, dat moet je ook niet elke dag hoeven zeggen, deze aankondiging. Zijn dit soort extreme buien het normaal antwoord in Nederland, vind je al? Ja, langzamer worden records wel gebroken. Ja. En met een temperatuurstijging krijgen we wel steeds vaker echt wolkbreuk. Ja. Ja. En hoe is het te verklaren eigenlijk? Door een hogere temperatuur. We krijgen meer ruimte voor water eigenlijk. En wat er gisteren en vandaag ook gebeurd is, is dat warmere lage lucht raken, koudere lage lucht. En dan kun je extremen krijgen. Dus zelfs met hagel, zoals bij Buitenpost. Buitenpost is natuurlijk een apart verhaal. Want daar kwam het water zelfs via de wc's omhoog. Ja. Hoe zit dat eigenlijk, technisch gezien? Hoe krijgt het water dat voor elkaar? Ja, heel technisch gezien, dat soort extreme buien passen niet in de riolering onder de grond. Hè. We hebben buizen liggen met een bepaalde capaciteit. Die kunnen ongeveer 20 mm in een uur aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Zo'n bui is iets van 70 tot 90 mm. Dus 50 mm komt dan heel vrolijk naar boven. Ja. Eigenlijk. Betekent dat dan dat in heel Nederland gelijk de hele riolering op schop kan, denk ik mij? Nou, dat gaan we niet doen. Dat kan ook niet. We hebben niet ruimte genoeg onder de grond om daar echt voorzieningen te treffen. Dat we daar echt 70 of 90 mm moeten gaan afvoeren of bergen. Dat kan eigenlijk niet. Die ruimte hebben we echt niet. Dus we moeten dat ook echt in de openbare ruimte zoeken. En dat wordt nu ook veel gedaan. Dus groen-blauwe voorzieningen worden aangelegd. Blauwe? Ja, blauwe inderdaad. Ja, dat het water erin kan. Dus daarom heet het blauw. Maar ook groen, omdat het moet ook biodiversiteit opleveren bijvoorbeeld. Groene greppels zijn we aan het bouwen bijvoorbeeld overal. Nou is het plan dat Nederland in 2050, zoals dat nu heet, waterrobuust moet zijn. Dat klinkt als een sympathiek woord, maar zie het maar eens voor elkaar te krijgen. En ook nog eens klimaatbestendig te zijn. Ja. Hoe moet dat gebeuren? Ja, dat is uit het Deltaplan. We hebben een Deltaplan ruimtelijke adaptatie in Nederland. En dat betekent dat wij bestand moeten zijn tegen wateroverlast, maar ook droogte en hittestress. Dat zijn de drie die we daarbij aanpakken. Ja. En dat betekent dat we ons een doelstelling hebben gezet om bepaalde buien die mogen optreden, mogen geen overlast geven. Dus dat betekent dat sommige gebieden die kritiek zijn, bijvoorbeeld omdat mensen daar leven die wat minder mobiel zijn, of dat de hulpdiensten daar zijn, dat we die veilig stellen, dat het leven in ieder geval doorgaat. En dat op sommige momenten mag er best water op straat staan, maar het mag geen schade veroorzaken. Nee. Wel tijdelijke overlast bijvoorbeeld. Ja. En dan las ik dat zou dan in 2050 zou dat echt goed moeten zijn. Ja. En we zitten nu ongeveer op 20% van wat het zou moeten zijn. Hè? Klopt dat? Het is lastig te bepalen. Maar we hebben een kaart gemaakt met iets van 14.000 projecten erop. Waarvan 8.000 in Nederland. En daaruit kan je een beetje afleiden hoe snel sommige gemeentes gaan. Ja. Maar ik vind het best zorgelijk klinken. Want het betekent dus dat je die 80%, dat je die niet zomaar in die 26 resterende jaren voor elkaar hebt. Dus we gaan een slechte tijd tegemoet als het weer zo blijft. Ja. Het is wel zo. Kijk, je kan niet alle straten nu openbreken om alles. Dat gaan we niet doen. Je moet wachten tot de straat open gaat voor de kabels. Je moet meeliften. Niemand zit te wachten dat we grote steden in één keer op de schop gaan zetten. En er is natuurlijk ook ruimte voor nodig. En er is ook budget voor nodig. Dus dat is wel een lang jaren planning. Ja. We doen al best wel veel. Maar mijn angst ligt er wel een beetje bij dat we de quick wins gedaan hebben. Hè. Wat je makkelijk kan doen, dat doe je al. En de rest, dat moet wel een grotere snelheid krijgen. Dat is meer het signaal wat gegeven moet worden. Heeft het nieuwe kabinet er rijk geld voor gereserveerd? Zou je moeten weten. Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Staat er niet in misschien, wellicht. Er mag echt wel meer, dat merk je ook natuurlijk nu. En vanavond zien we ook waarschijnlijk weer schade. Hè. Nu is Brabant aan de beurt eigenlijk vanavond. En er trekt echt een hele strook over ons land heen. Ja. Dus het is beter om die schade echt te voorkomen. Want het kost ons veel meer geld als we daar niet gelijk nu naar handelen. Ja. Wat zijn nou echt de grote oplossingen die nu al gedaan zijn en gedaan moeten worden?
Ja, grote oplossingen. Soms is dat een optelsom van hele kleine dingen. Hè. Dus we hebben meer dan 2000 wadi's al in Nederland. Dus dat zijn water, afvoer, drainage en infiltratieplekken. Verlaagde grasvelden. Er zijn hele grote voorzieningen. Soms... Wat heb je aan een verlaagd grasveld? Dan gaat het water naar het verlaagde grasveld. En, niet ja, je bedoelt eigenlijk dat er een grasveld wat op een bepaalde hoogte ligt. Graaf je af naar 30, 40 centimeter, noem maar wat. Precies, een hele simpele maatregel. En dat betekent dat het water daar gaat staan en niet je huis instroomt. Ja. Nou, die kunnen ook heel groot zijn. Dat zijn echt retentiebekkens. Voor duizenden kubus die het kan bergen. Maar dus, als het goed is, zeggen mensen die nu zitten te luisteren, oh, dat heb ik wel meegemaakt. Bij mij in de buurt gewoon echt een heel stuk is afgegraven. Ja. En dat is dan 30 centimeter of 50 centimeter nou, dat maximaal. Is veel. Ja, nou, sommige mensen zien het ook niet. Oh. Het kan heel subtiel zijn, laat ik het zo zeggen. En dat hoort ook zo. We maken ze niet dieper, want anders heb je misschien gevaar voor verdrinking, wordt vaak genoemd. Of het water kan te lang blijven staan, dat je misschien muggen hebt. Dat soort. Dus we doen dat subtiel. Ja, ik woon in Rotterdam, ik ken wel het verhaal dat op sommige plekken in Rotterdam er op plein of weet ik wat rekening gehouden met dat daar waterreservoirs kunnen zijn ontstaan. Ja, er zijn. Wat gebeurt er dan in grote steden? Ja, nou Rotterdam heeft bijvoorbeeld meer dan zeven waterpleinen volgens mij, waar echt duizenden kubus op geborgen worden. Dat betekent dat je een plein lager aanlegt. Een plein waar je normaal basketbal, Bentonplein, Bellamyplein zijn goede voorbeelden, denk ik. Mm-hmm. Of de eerste pleinen. En als het heel hard regent, staan die vol met water. Tijdelijk. Een paar dagen en dan wordt het water weer afgevoerd. En verder, dat is alleen bij extremen. Dus zoals bij Buitenpost bijvoorbeeld, één keer in de 10 of 20 jaar kan je dat verwachten. Ja. En verder kan je het plein gewoon gebruiken. Maar bij hevige neerslag gaat het plein onder water en niet de huizen eigenlijk die eromheen liggen. Ja. Maar wat moet je dan in wat meer historische steden? Rotterdam misschien wat opener, wat makkelijker hier en daar. Ja. Maar als je dan aan Delft denkt of aan Utrecht of Amsterdam, wat gebeurt daar dan? Nou, een mooi recent voorbeeld is bijvoorbeeld de monumentale Grote Markt van Groningen. Die is opengebroken om daar ook bomen neer te zetten vanwege hittestress. Maar daarbij is ook 1000 kuub ondergrondse waterberging aangelegd. En dat is wel heel bijzonder, want het bestaand stedelijk gebied, met name wat monumentaal is, je zit ook met de archeologie en andere dingen. Ja. Je kunt niet zomaar de grond in. Dat is wel echt een best management practices, zoals ze dat noemen. Nou, het Hugo de Jonge het plan om heel veel te bouwen, het toekomstig kabinet ook. Ja. Zou je nu ook tips kunnen geven van let op bij het bouwen dat je het anders doet dan voorheen met dit probleem wat we kennen? Zeker, bouwen sowieso op de goede plekken. Niet waar het te diep is of dicht in de uiterwaarden bijvoorbeeld. Daar zijn kaarten van. Maar als je dat doet, bouw anders. Dus dat kan drijvend bouwen zijn. Er zijn ook al wijken die we op palen bouwen. Dus ook geïnspireerd bijvoorbeeld in het buitenland. We doen als Deltares ook veel werk in New Orleans of andere landen. Maar dan als je zegt, we gaan in palen bouwen, dan vind ik dat je de slag eigenlijk verloren hebt. Geef je toe aan de natuur. Zeg ja, we hebben van de regen verloren. Ja, nou, ik denk als we terugkijken naar vroeger. Hè. We woonden ook op terpen of wierden of net hoe je het noemt. Ja. Dat om dat weer terug te brengen. Er zijn nu woonwijken die op die manier ook gebouwd worden. Dus die leggen we weer verhoogd aan. Zodat het regenwater gewoon naar de zijkanten stroomt. En je eigenlijk niet eens een riolering nodig hebt bijvoorbeeld. Ja, ja. En er zijn in Dordrecht bijvoorbeeld waar we het water ook weer terugbrengen. Leven met het water. Ruimte voor de rivier. Daar staan woningen op palen. Om de druk voor in de rest van de rivier af te laten nemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En het zal weinig gebeuren dat die overstroomt. Maar we hebben ook amfibische woningen. Dat zijn woningen die met het water omhoog gaan, maar ook de grond kunnen raken. Dus dat soort bouwwijzen. En daarvan hebben we ook al 40 wijken in Nederland. Hè. Het gebeurt al wel. Ja. En dat is ook een soort internationaal exportproduct geworden. Dat wij goed zijn in drijvend bouwen. Ja. Heel groot programma Floating Future zijn we nu ook mee bezig. Met vrijwel alle universiteiten van Nederland. Gaan we echt kijken naar andere soorten bouwen. Ja. Daar moeten we wel heen in het drukke land. Als er nog maar nou zit je hier tegenover met een harde stem en een flinke blos op de wangen. Maar is het in feite dweilen met de kraan open? Een beetje flauwe grap, maar is het niet bedoeld zo. Maar gaat het uiteindelijk, naarmate we verder raken in het leven, toch mis? Omdat er is iets ingezet wat misschien niet meer gekanteld kan worden. Nou, er zijn wel discussies. Hadden wij moeten gaan wonen hier? Hè? En hadden wij de pompen aan moeten zetten? Hadden wij de dijk omheen moeten zetten? Of echt gelijk met het... En wat vind je daar zelf van? Nou ja, we hebben die keuze gemaakt. En ik denk niet dat we monumentale steden gaan opgeven. Maar ik denk als we nu wel aan het bouwen zijn, de nieuwbouw, ja, dat moet echt wel op een andere manier. En we moeten maar echt adviseer je nu ook gewoon dat je zegt, oké, trek dan maar een stuk verder het land in om verder te bouwen en niet zoveel aan de kust?
Ja, we moeten daar heel juist... Dat is nogal een opmerking, want betekent alle mensen die daar wonen, die denken, slaat ze de angst om het hart. Ja, dat zou kunnen, maar de angst om het hart mag ook voor de nieuwe extremen die eraan komen. Waar woon je zelf eigenlijk? Ik woon in Amstelveen. Dat is ook niet gunstig, lijkt me. Dat is ook, ik woon 2 meter onder de zeespiegel, inderdaad. Ja. Ja, dus ja, nou ja, daar valt het risico wel mee. Kijk, Nederlandse steden staan nog niet in de top 100 van de gevaarlijkste steden om te wonen in de wereld. Hè. We hebben geen landslides, we hebben geen tsunamis, vulkanen. We moeten niet bagatelliseren, maar we wonen nog echt wel veilig. We hebben ook echt wel waterschappen die daarvoor staan om de waterveiligheid te borgen. Maar ja, over 100 jaar, we zakken op sommige plekken 1 centimeter per jaar. De zeespiegel komt omhoog. Dus dat betekent wel dat als we ver vooruit willen zien, wat we graag doen, strategisch denken, dat we wel andere keuzes moeten gaan maken in de toekomst. En in ieder geval wat wij nu gaan bouwen. Bestaande bouwen zullen we echt niet zo snel opgeven. Nee. Of we moeten dat zelfs drijvend gaan maken. De dijken weer een metertje hoger is niet ondenkbaar. We hogen de dijken nu steeds op. Ja. En dat kan ook best wel. Maar je kunt je afvragen of dat echt slim is. Het moet geen berg worden. Nee. Want het wordt wel steeds onveiliger in die zin. Hè? De techniek zal ons echt wel helpen. Maar het is wel prettig om... Er zijn wel mensen die al verhuizen. Hè? Ja. Je hebt al in Nederland zelfs mensen die kiezen om meer naar de hogere gronden te gaan. Zekerheid voor droge voeten. Ja, precies. Ja. En maar de mensen die nu luisteren en denken, oké, ik wil er wat aan doen op mijn manier. Ik ga niet aan een dijk beginnen, maar in eigen huis, in eigen tuin. Wat moeten ze doen? Nou, er zijn heel veel programma's als operatie steenbreek of tegelwippen. Dat betekent dat je minder verhardt. Dus minder tegels, krijg je minder afvoer van water. En het water verwerk je zelf in je eigen tuin. Dat zou ook wetgeving worden in de toekomst bijvoorbeeld. Hè, dat je het zelf moet gaan doen. Dus dat zijn wel kleine dingen. Het vergroenen van je eigen omgeving. En in grote steden is dat soms 60% van het gebied. Hè, is particulier gebied. Dus ik hoop dat mensen vergroenen om meerdere redenen. Ook omdat het gezonder is voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat je zelf kan doen. Oké. Ik dank je wel, Floris Bogaert. Dank je wel.